pesten. Hi, ik ben Lisa van de Kroef en ik ben onderwijsassistent. Wat merk jij van pesten en plagen in een klas? Wat ik vooral merk is dat kinderen vaak niet het verschil weten tussen pesten en plagen. Dus als bijvoorbeeld een kind wordt geplaagd, wordt het al snel gezegd als ik word gepest. En natuurlijk moet je daar heel serieus mee omgaan. Wat ik vooral merk in mijn klas, dat kinderen vaker worden geplaagd dan gepest. En als het echt omslaat tot pesten, dan gaan we daar wel heel erg serieus op in. Dus we gaan gelijk met dat kind zitten, erover praten, maar ook bijvoorbeeld de pester erbij betrekken. En mogelijkheden kijken van hoe komt nou dat je wordt gepest? Of wat voel jij dan en wat is je gevoel daarbij? En wij proberen wel altijd het verschil tussen plagen en pesten uit te leggen. Omdat het natuurlijk wel belangrijk is dat kinderen het verschil tussen even plagen weten. Dus bijvoorbeeld, ik ben met de bal bezig en ik pak even de bal af, maar ik geef hem wel snel terug. En dat dat niet doorslaat tot pesten. Dus ik ga elke pauze de bal afpakken en ik ga echt zorgen dat ik een kind daardoor gewoon ga irriteren. Dus wij vinden het wel belangrijk dat dat verschil wordt uitgelegd en dat daar wel echt iets aan wordt gedaan. En wat doe jij op school om kinderen weerbaar te maken tegen pesten? Wij zijn nu bezig met vreedzame school. Je hebt ook kanjertraining. En bij kanjertraining zijn ze met de petten bezig. Dus de zwarte pet, de rode pet, de gele pet en de witte pet. En dat staan dan voor allerlei verschillende pesters. Of bijvoorbeeld een volger, of de bangen, of de gepesten. En wat wij dan met vreedzame school doen, is echt kijken naar... wat is pesten? Hoe kan je pesten voorkomen? Hoe ga je sociaal met iemand om? Of dat je echt gaat oefenen met elkaar. Dus bijvoorbeeld een toneelstukje gaat opstellen. En dat er dan bijvoorbeeld 1 pester is en 1 gepeste en een kijker. En dat je dan met elkaar dat een soort van gaat uitbeelden en gaat uitspelen om te kijken hoe je kan reageren. En dat doen we dan ongeveer 2 keer in de week. Dus daar zijn we wel heel erg mee bezig. Omdat we het belangrijk vinden dat een kind zich veilig voelt op school. Maar dat hij ook niet met een onderbuikgevoel naar school gaat. Van ik heb eigenlijk helemaal geen zin in school. Want ik weet dat ik word geplaagd of gepest. Dus daar zijn we wel heel druk mee bezig. En met wat voor soort pesten heb jij te maken op school? Ik doe nu groep 4. Dus ik heb nog niet echt te maken met cyberpesten, want die kinderen zitten nu nog echt op hun telefoon. Maar vooral met het verbaal pesten. Gelukkig niet echt fysiek. Ik heb wel eens gehad dat een kind echt iemand had geslagen. Maar daar zijn we echt meteen op ingegaan en gezegd van nee, dit is echt niet oké. En daarna gebeurde het ook niet meer. Maar het verbale pesten, dus vooral woorden zeggen van ik vind je stom of ik wil niet met je spelen of je bent niet meer mijn vriendin. Maar ook echt het spullen afpakken. Dus bijvoorbeeld ik ga een kneedgum verstoppen, want dan kan het kind niet dat vinden en dat vind ik grappig. En je hebt natuurlijk allerlei soorten verschillende pestcategorieën, maar waar ik dan echt mee te maken heb is het verbale pesten en het verstoppen van spullen.